heb nooit het plan gehad om een film over hem te maken. Ik kende zijn werk eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Het is niet geboren omdat ik een soort fan van hem was. Maar ik was gewoon met hem bevriend en van het een is het ander gekomen. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. De eerste shoot die we filmden, dat was die met U2 op het strand. En ik herinner me nog heel goed dat ik tegen Bono moest zeggen, kun je even een beetje opzij gaan, want ik ben Anton aan het filmen. Nou, dan was hij denk ik echt totaal niet gewend. Dus ik denk dat we heel erg gezocht hebben naar een soort organische manier waarop we het verband konden leggen tussen de foto die iedereen kent en de man die veel mensen natuurlijk niet kennen. Ja, ik denk dat het voor mij zo heeft gewerkt dat die muziek zoveel begon te betekenen in mijn leven, dat ik heel graag onderdeel van die wereld wilde worden. En het toeval is dat er gebeurt door het nemen van een foto ooit. Ik dacht, ah, dat is fantastisch. Dus toen heeft zich dat ontwikkeld en mijn onderwerpen waren toen alleen maar muzikanten, want dat is het enige waarin ik geïnteresseerd was. En langzamerhand heb ik toen ook een liefde voor fotografie zelf gekregen. The beautiful soul music. She was out of the jukebox when the chicks hang around. Aan de ene kant wil hij ook echt niet in de schijnwerper staan en wil hij gewoon fotograaf zijn en observeren en zijn werk doen. Maar ik denk aan de andere kant dat hij zoiets heeft van God, hij heeft zo lang zo hard gewerkt en hij wil heel graag een groot publiek natuurlijk hebben voor zijn foto's. En daar hoort dan bij dat hij voor camera's moet verschijnen. Ik denk dat hij na The American, omdat hij zoveel pers over zich heeft gekregen, dat hij toch ook wel een enorm harnas heeft gecreëerd. En ik weet niet of ik daar echt dan doorheen had kunnen komen. Ik denk dat ik gewoon net op het goede moment was gekomen, omdat hij zichzelf denk ik ook allerlei vragen stelde en toch ook wel op zoek was naar ja, iets meer van zijn persoonlijkheid. On my radio. Some cat was laying down some rock and roll at a solar. Ik hoop ook dat de film ook wel iets vertelt over de tijd waarin we leven. Want hij maakt natuurlijk de beelden om het verlangen te voeden en om iets te communiceren. En dat doet hij heel goed en daar heeft hij een ongelooflijk talent in. En dat wilde ik ook begrijpen. Je ligt in een small village waar people pointed at you and saying, he's the son of the preacher. Mijn ouders waren gewoon niet veel thuis en heeft zich gisteren ook heel erg alleen gevoeld. Ja, ik denk dat het voor mij zo heeft gewerkt dat die muziek zoveel begon te betekenen in mijn leven, dat ik heel graag onderdeel van die wereld wilde worden. Mijn eerste twee films gaan allebei over loners. Ik beantwoord soms ook wel aan dat beeld, geloof ik. Dat wil ik toch niet helemaal. Die persoon wil ik toch niet helemaal zijn. Hij is helemaal ingenesteld in zijn werk. Het is een soort kokon bijna waar hij in zit. Weet je, omdat ik het gevoel had dat waar ik vandaan kwam om te maken wat ik deed, alles voor mij betekende, heb ik alles ingelegd. En De reis die je maakt is uiteindelijk een reis aan te zoeken naar jezelf. Ik ga een meeting hier met Telecom Ruiz. Affirmation, acceptance. Through your art, you're able to reach out and then get some of that. Heel lang zichzelf pijnigen om tot woorden en muziek te komen. Ik denk dat ik me daarmee identificeer. Dus dat is dan toch de combinatie van mijn onzekerheid, ambitie en een bepaalde kijk op dingen. Weet je, dat is the fabric of life.